Van het verleden gaan we terug naar de toekomst. Daar waar Ajax zich opmaakt voor Feyenoord. Ricardo van Rijn is geschorst voor dat duel en zijn stand-in is Ruben Lijon. De rappe rechtsback gaat voor het eerst een klassieke spelen. En dan zou je denken dat zenuwen hem wel parten zouden spelen. Maar niks van dat alles. Wel andere gevoelens. Gezonde spanning denk ik zeker. En veel zin. Het wordt pas Lijons zesde wedstrijd in Ajax 1. Desondanks wist Frank de Boer al heel snel dat Lijon de vervanger zou worden van Rijn. Dat vind ik heel logisch. Je hebt een logische vervanger voor hem. Ruben heeft het gewoon heel goed gedaan. Als rechtsback zijn in de oefenperiodes, in de voorbereiding. Dus Ruben gaat daar spelen. Hoe lekker is het dat de trainer meteen zegt, Ruben, dat is mijn man? Ja, mooi. Veel vertrouwen. En ik hoop dat ik het goed uitbetaal. Doet wel wat. Zeker vertrouwen gewoon. En ik hoop gewoon mijn best te doen en mijn ding te doen. Leef je dan een beetje op een wolk deze week, zeg maar? Het is wel Ajax Feyenoord. Ja, het is een klassieker. Het is een mooi moment, denk ik, ook voor mijzelf. En het is niet dat ik op een wolkje zit, maar gewoon rustig. Het is al bijna 2 jaar geleden dat Lijon debuteerde in Ajax 1. Op 15 oktober 2011 tegen AZ kwam hij in het veld. En ter vergelijking, Ricardo van Rijn zou pas 2 maanden later zijn eredivisiedebuut maken. Je hebt soms jongens die dan iets langer de tijd nodig hebben. Ik denk ook de wedstrijd tegen NSC vorig jaar, wat een hele belangrijke wedstrijd voor ons was. Maar ook natuurlijk een hele belangrijke test voor hemzelf. Het gevoel gekregen heb dat hij er klaar voor is. En dat het echt een soort examen was voor hem. En sindsdien heeft hij alleen maar een stijgende lijn gehad, vind ik. Voelde dat voor jou zelf ook zo? Ja, best wel. Het was een goede wedstrijd. En ik denk dat ik niet onzeker was of iets dergelijks, maar ik stond er gewoon. Voelt deze wedstrijd misschien ook wel als een examen? Nou, nu heb ik gewoon echt alle vertrouwen en ik sta er gewoon zeker. En ik zie het niet als een examen, maar gewoon echt gewoon een wedstrijd. Het is nog niet zeker wie zondag tegenover Lijon staat. Feyenoord heeft de beschikking over Cissé, Gosens en sinds deze week Armenteros. Armenteros is meer dan een type Cissé natuurlijk. Die, een valse spits die vroeger altijd veel in de spits heeft gespeeld. Die dan meer zeg maar in de 16 zal verschijnen dan een echte buitenspeler. Of een Gosens die meer als middenvelder zal spelen. Dat eigenlijk de eerste twee kan je met elkaar vergelijken. En Gosens is gewoon een heel ander type. Hoe dan ook, Lijon denkt er het zijne van. Ik zie het wel, als ik mag gewoon voetbal.